Hey, dag Alexa. Hey, het is Milan. Samen met... Spooky! Juist. En we hebben zeker gelezen, ik bedoel de reacties onder de video. we hebben namelijk het geluid even wat zachter gedaan. Of tenminste, ik heb het geluid wat zachter gedaan. Wat lach je nou? Laat maar, joh. Ik moet heel erg op lachen. Heb jij... Even van de paddo's afblijven de volgende keer. Maar, we hebben een comment uitgekozen van, ja, ik weet het nog, Mr. Timothy 96. En die zei Nederland-Spanje. Wat wil je zeggen? Dat je dat had opgeschreven. Nee, heb ik niet opgeschreven, dat heb ik onthouden. Oh, oké. Okay. Internationaal is dat, hè? Ja. En, oh ja, international. Ik ging naar Spanje toe. Country Spain. Ja, ik ook al. Naar Nederland, man. Dus ik ben Oranje, nice. Nederland-Spanje, ja, hij zei in de comment WK revanche. Nou ja, dat zullen we dan maar zien. Ah, kom op, waar is Spanje? Ah, kom op. Oh, de laatste seconde. Wow. Heb je hem? Ja. Hey, ik ben nu al ready, hoe kan dat? Nou, bij mij staat wachten. Ik moet eventjes... Ja, nee, ik moet... Ja, omdat ik weer niet ready ben. Ik moet eventjes een goed teampje pakken. Jij vindt het allemaal wel best, maar ja. Ik vind het allemaal wel best. Ik heb al lang op oké gedrukt. Ik speel FIFA voor de lol, niet om jou. Nou, maar het gaat wel ergens om, hè. Het staat nu 1-1. Ik heb vorige wedstrijd gewonnen. Oh ja. En dit is niet de beslissende, maar ik wil wel graag voor gaan staan. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat moet ik helemaal weer wennen, man. Ik heb nog de knopjes van een ander spel in mijn hoofd. Een ander spel. Zonder te noemen. Ja, GTA. Wauw, maar als ik dan een spel zeg. Ja, ik wil dat spel zien het dagelijkse deed. Ik nee, daar heb ik geen zin in. Ik ben dat gewoon voor de lol aan het doen. Ah, kom binnen. En dan krijg je dat weer. Dus ja. Ho, ho, ho. Wat is dat voor snelle. Ja, dat is counter heet dat. Maar dat snap je niet. Auw! Oh ja, pak hem. Nee. Ja, nee. Ja, redden. Ja. Oh, nee. Niet missen, alsjeblieft, niet missen. Ja, go on! Kom! Oh, what the fuck, man. Oh. Wow, dit is echt weer wennen. Oh. Nee, dat meen je niet. Ja, kom. Ja. Yes! Kom op. Oh man. Wat een begin alweer. Inderdaad. Het spant er wel om. Ja, dat is altijd zo bij ons. Oh, ik dacht altijd gewoon zo, maar... Nee, bij ons. Ja. Wij zijn elkaar gewaagd. Dat hoef je niet helemaal doen. Oh, ik zag zo'n kerel op YouTube, en die deed ook FIFA. Ik weet niet meer hoe hij heette. Ik heb hem op Skype toegevoegd, want ik wil dat hij een keer een video voor dagelijks CD maakt. Dat wil ik gewoon, hè, dus dan gebeurt dat ook. Ja, maar dat wil ik heel graag, dus ik ga dat vragen aan hem. Maar holy shit, die was pro, jongen. Die dolde iedereen gewoon zo weg. Gewoon alsof het niks was. Dat kan, in het spel. En ik weet niet eens hoe je die trucjes allemaal doet. Dan moet je gewoon wat meer inspannen in het spel. Maar jij speelt voor de lol, ik speel dit voor de lol. En Oh! Oh, enthousiasme stroomt door mijn bloed. Ja, terwijl ik dacht van, nou, dat is niks. Ja, doe nu niet zo stoer, een beetje. Huh. Ja, komt ie hoor, kijk. Zag je dat voetje gaan? Ja, hier, de helft. Oh. De helft? Nee, het helpt. Ik probeerde je af te leiden. Huh? Oh, jij probeert mij af te leiden. Ja, dat was eigenlijk minder of meer de bedoeling. Ik vond het juist heel erg leuk dat jij zo aan het schreeuwen was. Wel. Ja, daar word ik heel geconcentreerd van ineens. Wel, wat mooi, joh! Ja, ik zie het. Oh. Ja, dat is het. Het was helemaal de bedoeling. Oh, huh? Ja, dat was ook de bedoeling. De bedoeling? Het gaat een beetje vries, meneer. Nee, dat vraag ik niet eens. Oeh, crap.
Nee, corner. Begin met ook met een C, maar... Ik wil beginnen met een K, hoor. Oh crap. Ja, wat, dat zag ik wel aankomen. Een dribbel. Nee! Ja! Rennen! Nee, lukt je niet. Rennen, ja! Nee. Oh, fucking hell, man. Jij zegt ook heel erg, rennen! Maar ja, alsof die er snel door gaat rennen, dat weet ik niet. Dat heet meeleven met zo'n spel, man. Meeleven? Ja, hoe noem je dat? Ja, meeleven. Inspanning. En dat je het leuk vindt. Dan lijkt het alsof je het leuk vindt. Actie! Ja! Mooi! Oh mijn god. Ik spring dan ook op van mijn stoel. Ja, dat zie je dan niet, maar dat doe ik echt. Maar jij kan dat. Jij bent wireless controller. Ik kan het niet. Ik wou het graag. Ik hou het wel. Nou, daarom moet ik dus lachen, door jouw stemspreking. Jij zei du. Zo helemaal gewoon. Ho! Oeh. Oh, dit is het toch ook altijd weer leuk om tegenhoud te spelen. Oh, het is toch een drama. Je bent zelf een drama. Nou, sorry hoor. Holy shit. Nee. Oh. Nee, wat gebeurt hier? Nee! Huh? Ik weet niet wat dat was, maar... Ach, joh. Dat heette... Oh, ik dacht dat ik daar... Dus ik liep terug. Auw. Wat is tegen jou... Wat is dit dan? Dat is een mooie bal, voor mij. Dat zie je toch wel. Nou, dit is topvoetbal van de bovenste klas, plank. Plank wou je zeggen, maar ook klas. Dat klopt niet helemaal, weet je nou. Dubbele dingen, dat is echt mijn ding. Nou. Dubbele spreekwoorden. Dat bedoel ik, dat zijn toch dingen? Dubbele dingen. Ja, nee, kan. Dubbele dingen zijn echt mijn spreekwoorden. Andersom. Kom op. Holy shit. Oeh, dat was een goede actie. Van mij. Al zeg ik het zelf. Maar... Ik dacht, jij zegt, Spooky, je verdedigt als de beste. Maar nee. Nou ja, je bent alleen maar aan het verdedigen. Je hebt één actie gehad, of twee, dat was het. Ja, maar komt het dat ik eerst nu even ga praten en dan in de tweede helft ga ik me concentreren. Aan het einde van de tweede helft. En dan score ik, net zoals vorige keer. Ah, dat vind ik niet leuk. Ja, maar dat is een tactiek van mij. Want ik weet toch dat jij niet kan scoren, maar zien. Ja, dat was, ik struikelde over zo'n... Oh! What the... Fuck! Oh, ik ben ook zo lekker mee. Oh! Alweer? Nee! Kom op! Oh, what the fuck, man! Tweede keer! Dus Derek kut, hè? Kuit. Oh! Waarom blijf je het doen? Boeien! Dus ik kon het toch niet? Oh, je bent echt vies. Ga in bad. Je bent vies. Wat een leuke... Wow! Hey, ren er naartoe! Pak hem! Pak die... Ah, zo. Domme. Ja. wat zei je? Echt, als iemand hier een compilatie van gaat maken van al die stemmen die wij doen... Oh, yo. Na 10 delen of zo en dan een compilatie van de funniest moments of de raarste momenten. Nou. Dat zou best wel vet zijn als iemand dat ooit zou doen. Als iemand dat ooit zou doen, een compilatie of zo van de grappigste momenten van dit of dat. Dan zou die best wel op dagelijkse CD kunnen. Daarom, zou ik hem zo uploaden. Oh, ik loop zo door. Oh. Uit spel, nice! Nee! Oh, epic! Ah. Ik heb volgens mij al 2 boxen vermoord, wou ik zeggen. Van iemand. Oh, zo. Dat het gegil van mij. Maar jij gilt helemaal niet. Ik schreeuw. Ook goed. Dat heet een mannelijk geschreeuw. Ah. Oh. Oh. Ja, binnen. Wow, net binnen ook gewoon. Oeh. Oh, dat was een nice balletje, zeg. Dankjewel, maar jij... Ben je dat een beetje vies? Vies?
Ja, ik kan niet door je heen. Waarom loop ik dan door je heen? Kijk, nu word je al wat stiller, hè? Merk je dat? Ja, nu begin ik me te concentreren. Komt altijd pas laat. Nu wil ik ook winnen, weet je wel? Mm-hmm. Maar dat is nu, vanaf nu pas. Kom op! Schieten! Kom op! Scoren! Oh crap, what the fuck is dat? Oh, buitenspel. Nee. Keeper, kom op, doe het! Dan zeg jij dat jij de beste kans heeft. Buitenspel. Oh nee. Ik dacht echt buitenspel. Nee, weet je wat buitenspel niet is? Als het voor nog op mijn helft is. Ah, weet je wanneer je echt buitenspel bent? Nou? Als je kruisje drukt in een game, dan ben je buitenspel! Snap je? Oeh. Nee, maar dat wist je nog niet, maar in je, op je eigen helft is nooit buitenspel. En dat was nog op mijn eigen helft. Ja, nee, dat wist ik al lang, man. Ja. Hey, volgens mij was het buitenspel. Nee. Oh, ik drijf zo bijna te binnen. Hoe deed ik dat? ik bedoel, dat wist ik natuurlijk wel, dat ik dat deed, dat wist ik. Gaat hij het weer doen, hè? Nee! Nee! Ja! Oh, nee! Dat meen je niet. De lijn! Genial! Kom op, verdedigen! Oh yeah, nee, oh yeah! Nee! Oh my god! Kijk, dit is echt vies, man. Dat heet counteren, jongen. Dat heet counteren. Echt op de lijn. Ik had bijna een eigen goal. En dan scoor je gewoon bam in één keer. Via zijn hand nog wel. Dit heet niet counteren. Dit heet geluk hebben en Sander Nienkemper heten. Nou ja, dit is gewoon mijn manier van matches winnen. Dankjewel. En ik weet nog niet eens of ik heb gewonnen. Nee. Ging niet lukken, Pipo. Pipo, nog wel. Wat zei je? Niks, ik stikte bijna in mezelf. Ik zei dat zeg best wel vaak, Pipo. Maar jij zegt altijd Hans. Dus. Oh mijn god. Nee, nog één. Ah! Counter! Hey, nee! Ah, kom op, Nederland! Kom op, ja! Godverdomme, man. Hier. Wat? Blauw. Nee. Jawel. Nee. Score! Ah, kom op, man. Dit is toch niet normaal? En waarom doe je het dan weer? Oh, sorry. Hier ging zwaar onderuit. Kijk, ik kom er gewoon voor, joh. Ja, dat is niet eerlijk. Je bent veel sterker dan mij, man. Nee, dat is niet eerlijk. Ach ja. Het is maar een spelletje. Inderdaad, maar het is Nederland die verliest, man. Kom op, ja, dus in het echt toch ook. WK 2010. Hoppakee, 1-0 verloren. In mijn ogen heeft Nederland toen niet verloren. Nee. Oh, ik gaf hem even van jou. Zo zielig. Wat is dan zielig? Nee, ik vond het zielig dat je de bal niet had. En je bleef maar rennen en rennen. Ik ren altijd. Buitenspel, zwaar. Schiet, schiet. Goh, goed zo. Oh. Ja, ja. Altijd proberen. Maar Ja, nee, dit is flauw, dit is gemeen. Dat ik hem maar bijna had gescoord en veel meer kansen heb. Ik kijk zometeen wel even hoeveel schoten jij hebt gehad. Nee. Hoeveel schoten ik heb gehad. En dan gaan we kijken of de kijkers van HD ook vonden dat ik veel beter heb gespeeld. Ja, jij hebt ook veel beter gespeeld. Ik geef het toe, maar dat maakt nog geen score. En dat is voetbal dus. Welkom. Welkom, dat is omdat ik voetbal niet ken, omdat je de voetbal bent. I am the football. Ah, nou gefeliciteerd, man. Dankjewel. Eitje. Ja. Zo.
alles uitgewerkt. Holy shit. Nee, maar dit is echt niet fijn, man. Nou ja, volgende keer gewoon weer. Oké, ik ga even kijken. Waar kan ik die dingen zien? Ik heb 5 schoten. Ik ook. Nou, hier. En hoeveel schoten op doel dan? 60%. Ik ook. Oh nee, dat is het totale, of niet? Nee, dat zijn mijne. Dribbles voltooid, 7 van de 9. Nee, jongen, dat had met Robin van Persie te maken. Dat heeft met die Man of the Match. Oh. Sukkel. Ja, wij kunnen dat niet zien. Dan moet je toch echt gaan tellen. Nou ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.